Welkom bij Rob's Stoutleerling. Ik ga het vandaag hebben over bloedagaat. Dat is deze prachtige steen die hier voor mij ligt. En bloedagaat, dat is een steen die werkt door neutralisering van prikkelende, irriterende stoffen via inademing of wat je opgegeten hebt of wat je via de huid hebt opgenomen. En wat hij eigenlijk doet is de bereidwilligheid verminderen van jouw lichaam om een allergie te laten ontstaan. Nou, dat is natuurlijk prachtig. En je kan daarbij denken aan bijvoorbeeld huiduitslag, zoals acne, netelroos, maar ook een hooikoorts pakt hij fantastisch aan. En tranende ogen. Ook allergische prikkelingen van je slijmhuid en ademhalingsklachten, dat zal hij doen verminderen, doen verbeteren. En het is een steen die je ook toleranter maakt. En allerlei bedweterij laat verminderen. Hij geeft je meer zelfrespect en maakt dat je ook om jezelf kan lachen. Hè. We maken vaak blunders en het beste is om daar gewoon om te kunnen lachen. Want als je het jezelf ook kwalijk gaat nemen, dan wordt het eigenlijk alleen maar steeds moeilijker. Het is een steen die je communicatie verbetert. Hij zorgt dat je goed geaard bent, dat je jezelf goed neer kan zetten. Spanning uit je hoofd af kan laten voeren naar de aarde. Hij werkt via je tweede chakra, dat wil zeggen chakra net onder je navel. En hij brengt meer vreugde en openheid naar jezelf, maar ook naar anderen. Het is een steen, bloedagaat, die je meer plezier brengt in de eenvoudige dingen van het leven. Nou, het is een kort maar bondig verhaal wat deze bloedagaat je brengt. Ik zou je willen vragen, abonneer je op ons eigen YouTube kanaal. Je krijgt al die informatie die jou misschien kan helpen in je leven. Ik wil je bedanken voor het kijken en graag tot de volgende keer. Dankjewel. De Australische amuletsteen. Amulet, bescherming, dat is precies wat hij doet. Hij beschermt jou tegen de grootste kwaadaardigheid en het grootste onheil door dat direct terug te sturen naar degene die het veroorzaakt. Nou, dat is natuurlijk in deze tijd een prachtige tijd waarin mensen elkaar met jaloezie bestoken.